Dank u wel. Hartelijk welkom allemaal. Ik ga geen namen noemen, want dan ben ik bang dat ik mensen ga vergeten. En dat is heel zeker niet de bedoeling. Dus alle hartelijk welkom. Zonder mensen kort te doen wil ik ook een paar mensen extra welkom heren. Het zijn namelijk de wethouders van de gemeente Sint-Antonis. De gemeente Sint-Antonis vindt deze opening gelukkig zo belangrijk. Twee wethouders die we hebben, daar heel blij mee. Speciaal welkom aan ereleden die vanmiddag hier aanwezig zijn. Alle vrijwilligers die vandaag beschikbaar waren. En ook andere vrijwilligers die hand- en spandiensten verenigd hebben. Allemaal hartelijk welkom. Heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn om dit te openen. Ik zei net al van hé, ik zie nog weinig kleinere deelnemers, maar dat schijnt ook nog steeds te maken hebben met corona en de beperkingen. Maar goed, daar komt natuurlijk gelegenheid genoeg voor. Waarom zijn we met z'n tweeën? Omdat dit project eigenlijk twee invalshoeken heeft. Ik ben wethouder, ik heb sport in de portefeuille, maar ook openbare ruimte. En het project zelf is gefinancierd door Vitale Kernen. En daar zal wethouder Poel dadelijk iets over zeggen. De natuurspeeltuin ligt op het terrein van de Scouting Sint-Patrick. En voor ons als gemeente is het belangrijk dat er in die aanvraag werd aangegeven dat het niet alleen voor leden van de scouting zou zijn, maar dat er ook veel meer gebruik van zou kunnen maken. We hebben hier op niet al te grote afstand bijvoorbeeld een grote woonwijk liggen, daar is Hanenspoor, wordt flink uitgebreid. Nou, dat betekent dat er in de toekomst natuurlijk veel meer mensen gebruik van kunnen maken. In 2011 hebben wij als gemeente het onderhoud van dit terrein formeel overgedragen aan de scouting. Dat is eigenlijk tot op heden heel goed bevallen. Dat geeft ons ook het vertrouwen dat dit prachtige terrein ook in de toekomst gewoon door al die vrijwilligers van de scouting goed onderhouden zal worden. Daar scouting, prachtig perceel hier, een prachtige locatie. Niet alleen doordat vanuit Vitale Kernen dit project is tot stand gekomen, maar ook ik heb in het verleden, zei ik straks, iets met scouting gehad. Ja, niet zelf, maar mijn kinderen, mijn oudste kinderen zijn lid geweest van de scouting. Zoon van de Boosmaatjes en dochter van de Bevers. Ik kan me nog herinneren dat ik een prachtig ouder kind weekend had, ergens in de Biesbos. We gingen naar Bevers kijken. Nou, ik heb geen bever gezien. Wat een hoogdrang, maar dat was uit. Prachtig scouting dit gebouw, of dit perceel, deze locatie, deze inrichting. Ik zei al, het is vanuit Vitale Kernen gefinancierd. Wat is Vitale Kernen? Een van de onderdelen van het coalitie-collegeprogramma 2018-2022 was de leefbaarheid. En in het kader van die leefbaarheid zijn er projecten opgestart, zoals Vitale Kernen, zoals de dorpsontwikkelingsplannen. En van die Vitale Kernenprojecten is dit er een van naast 41 andere projecten. Dat is, aan de ene kant is dat een stukje financiële injectie om materialen en dergelijke aan te schaffen. Maar eigenlijk is veel belangrijker de samenhang, de samenwerking, de inzet van heel veel vrijwilligers. Nou, als we het hebben over scouting, dan heb je het over vrijwilligers die ontzettend veel werk verrichten. Het samenwerken is eigenlijk de drijfveer bij beschouwing, niet zozeer een wedstrijd van wie wint wat. Dus dat is het mooie van het hele scouting gebeuren. Ik zie ook het ontzettende enthousiasme bij kinderen. Er zijn er niet zoveel aanwezig hier vanwege de maatregelen, maar met name de kinderen zien ontzettend veel enthousiasme. En het is met name die inzet van die vrijwilligers, dat zijn jullie dus allemaal. Dus ik zou eigenlijk een hartelijk applaus voor jullie zelf nu willen vragen. Want het geld is één, maar het gaat met name om de inzet van de mensen. En dat zijn jullie die het doen. Ja, ik ben nu zover dat we de opening handen gaan verrichten. We hebben ook een paar vrijwilligers van scouting hebben iets verzonnen. En misschien is het heel eenvoudig, zeker klopt met jouw scoutingbevaring. Ja, ik deed de regie altijd, hè? Ja, nou ja, dat weet je niet. Ik zou hier niet
gewoon even iets doorknippen. Nee, we hebben hier een constructieknoop. En in principe is het heel eenvoudig. Als je de juiste knoop losmaakt. En ik heb met jullie gesproken, politiek op knoop was jullie sterkste punt, hebben jullie. Dus leef je vooral uit. Een soort college voorstellen. Ja. ga je gang. Dus het is mooi te zien hoe jullie gezamenlijk aangepakt hebben worden. Maar we waren ook maar voor de anderhalf uur, dus zoals scouting betaald, zijn we altijd op zoek naar alternatieven. Nee, je hebt dus niet nodig hier. Nee. Die mocht ze niet loslaten. Oh, die mocht niet los. Nou ja. Nou, Huub, je moet doorgaan, want die mocht niet los. Kan je niet maken. Nou, hoezo? Ik bedoel, we zijn er nou dan of niet? Nou ja, we hebben anders nog een alternatief, want knopen kun je ook doorgaan. Dus we hebben een plus. Dus ik zou zeggen, pak de bel en hak de lijn door. Maar knopen door. Huub, geen met de knop. Ja. Ik hou hem vast, dan laat ik hem vallen. Trommelgeroffel. Heb je niet voor hem gezien die in het bed houden samenwerken? Ja! Oh. Ja! Dankjewel. Dit is een onbevaarlijke jullie speelterrein geopend. Ik wil jullie graag uitnodigen om een kop koffie en een bakje te brengen, het wagen in te nemen. En onze klimgroep gaat een klimdemonstratie geven. En volgens mij hebben we zelfs een bever die laat zien dat uitdagingen met scouting echt ingegeven worden. In ieder geval, dank voor je aanwezigheid. Blijf gezellig hangen. Pak de koffie en een drankje. En veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Dankjewel. Fransen, een nieuwe hoogtijdag voor jou als ja, voorloopster van Sint Patrick. Mag gezegd worden, hè? Een ja. Hoogtepunt. Ja, zeker een hoogtepunt, want het is geweldig wat hier gepresteerd is door al die vrijwilligers die hier wekenlang hebben gewerkt. Dagen in de zon, maar ook dagen echt in de regen. Ja. En onvoorstelbaar, ze hebben zo ontzettend veel gedaan. De hele afrastering is helemaal veranderd. We willen een open club zijn. Iedereen mag zo binnen kunnen lopen. En overal kunnen kinderen door die afrastering naartoe. En gaat de bal over de sloot heen, nou ja, dan kunnen ze erachteraan. En ook mensen, iedereen is vrij om hier te komen spelen. En vanaf het eerste moment dat hier dus speeltuigen helemaal klaar waren, werd er gespeeld. Ja, je merkt gewoon op zo'n feestelijke dag natuurlijk van het enthousiasme. Ja, ja. We merken ook uit de toespraak dat het enthousiasme er steeds was. Ja, steeds. Ja. Onvoorstelbaar. Zoveel dingen zijn hier gebeurd om dit voor elkaar te krijgen. Het heeft een hele leuke uitstraling. Daar zit ook natuurlijk een heleboel, al die zelfwerkzaamheid onder. En dan moet je net de juiste mensen hebben, technisch gezien. Ja, en die hebben we ook een paar. Want er zitten echt een paar mensen bij die zo goed in de wereld van de techniek thuis zijn. Ja. En ander weer met de computer. En er wordt even nodig, maar even geregeld dat er een livestream uitgezonden wordt. Dat alle kinderen konden niet
komen, maar die leidster kan dat. Ja. En dat wordt dan even gewoon allemaal gedaan. En ook met die torenbouwen, dat omhoog hijsen, daar stonden ze met hoeveel mensen aan om die omhoog te krijgen. Nou, en dat ging allemaal. Ja. En die hadden precies op de goede plek zaten de schroeven waar ze aangeschroefd moesten worden. Want het ging natuurlijk niet alleen met touw, hè, want daar was het allemaal te zwaar voor. Maar daar hebben ze wel keurig netjes, hebben ze daar met de jongens zelf van de club ook weer die touwen omheen gemaakt. Ja. Zo pionieren wij bij Schouting hele torens en schommels en erop. En daar hebben wij ook materialen voor. In de loop van de jaren hebben wij ook geïnvesteerd in goed spul. Daar hebben we dus een container erbij hebben gezet waar al het hout wat voor pionieren is, dat ook allemaal nou goed hout is, dat het niet gaat rotten. Dus dat ligt allemaal in de container. En ik heb er 3 van zo lang nodig, ik heb er zo 4 van zo. Nou, en dan gaan ze aan het bouwen. Ja. En ja, dat... Wat ik zei al bij binnenkomst hier tegen om 2:00, toen het officiële gedeelte moest beginnen, dat St. Patrick, dat is een ijzersterke club. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En ik hoop ook dat we dat kunnen houden, want daar moet je in investeren. En dat doet het bestuur ook heel goed, vind ik. Want jeugdbewegingen hebben toch niet allemaal even gemakkelijk. Ook kijk als naar voldoende leiding. Jullie zijn daar steeds in geslaagd. En ja, eigenlijk een begrip geworden en gebleven in Sint-Tunis en ook daarbuiten. Wij kwamen ook mensen tekort. Maar ze hebben daar oplossingen voor gezocht. Door met elkaar te ruilen en te wisselen. En dan gingen de oudsten, die gingen weer bij de jongste kinderen, die van 5 jaar ook hier zitten, een groep met kinderen. Hè. En daar was op een gegeven moment geen teamleidster meer. Dus ze zegt de teamleidster van de Welpen, nou dat wil ik dan wel voor een jaar waarnemen. En dan iemand anders uit die groep, die ging dat weer waarnemen. Dus op die manier helpen ze elkaar ook. En willen ze ook graag dat wij al zoveel mogelijk kinderen dat plezier gunnen. Jij houdt je nu een beetje op de achtergrond. Ja. Maar dan kun je ook ontzettend genieten van jouw geesteskind. Ja, maar er zijn zoveel dingen die je kunt doen. En, daar ga ik gewoon niet mee. Want hier moest dus een club komen die het samen ging uitzoeken. Kijk, daar gaan we. En dat lukt ook. Dus ik kan met iedereen opzoeken, dat is ook heel makkelijk. En op zich heb ik tijd genoeg om dingen uit te zoeken en noem op. Maar je hoort er ook altijd bij. En dat is natuurlijk ook, die apps worden ook helemaal op de hoogte gehouden. Er zijn allerlei apps voor de verschillende speltakken. Die hebben ook weer allemaal, alle speltakken hebben ook contacten met de ouders via de app. Als wij met de blauwe vogels, dat zijn dan de kinderen met een beperking, zaterdag spel spelen, dan wordt gefilmd. Gefilmd niet alleen, ook gewoon foto's gemaakt. En een van die leiders is daar heel handig in. Die maakt daar met muziek erbij een stukje. En na afloop van de club, want we hebben daar een fototoestel liggen. En ik neem er een extra mee, we maken met 2 man foto's. En dan kunnen de ouders zien wat ze gedaan hebben. Want juist die kinderen, die vertellen niet alles thuis. Maar nou zien de ouders. En omdat we ook met coronatijd ook heel veel met opdrachten thuis hebben gewerkt, kwam dat ook allemaal. De ouders die maakten er een filmpje van. Of een ding. Dus op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een opdracht van, hoeveel kousen kun jij over je voet aantrekken? Nou, en dan ging naar 10 en dan ging naar 11 en dan ging naar 12. En toen gingen ze proberen bij 1 hand. En echt mooi. Dankjewel.
Fransen, voorzitter van St. Patrick. Een trotse voorzitter. Een zeer trotse voorzitter. Als ik zie wat hier gerealiseerd is door onze vrijwilligers, dan denk ik dat ik inderdaad heel trots op kan zijn. En dat we eigenlijk allemaal als vrijwilligers heel trots op kunnen zijn. Ja. Jij zat daar als voorzitter, zeg maar, bovenop. Nou, dat was niet nodig. Ik heb wel wat dingen gestuurd en getrokken, maar we hebben gewoon enthousiaste vrijwilligers. En die hoeven niet bovenop te zitten. Die hebben zoveel ideeën en fantastische ideeën. En de ene roept dit en de andere verzint dat. We hebben technische mensen bij, creatieve mensen bij. Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken en te genieten. En ja, je ziet het resultaat. Dus, ja, je liet straks bij de officiële opening al ontvallen van ja, dat kost geld. We kregen geld, maar we hadden meer plannen als geld, mag ik het zo zeggen? Ja, is nog steeds. Want nu het klaar is, zijn er alweer ideeën voor aanvullingen. Creatieve ideeën zijn er volop. Er is wel. Toen we met het project begonnen en dat we die financiën kregen, denken we, nou, er is een heleboel geld. En dat is het ook. Alleen toen we zijn gaan kijken, ja, dan komt erachter de spullen wel ontzettend duur zijn. En mankracht ook. Maar ja, de spullen moeten allemaal gecertificeerd zijn, dus daar konden we ook niet in onderuit. Daar willen we ook niet in onderuit. Nee. Dus we hebben daar een kosten kunnen reduceren, dus door onze eigen manschap, dus onze eigen vrijwilligers, heel veel tijd en energie ingestopt hebben om dit te realiseren. Ja. Ik weet niet, wij weten niet hoe lang jij jouw voorzitter bent van St. Patrick, maar het is een krachtige club, hè? En een prachtige. Ja, het is een krachtige club. Ik ben nu 4,5 jaar voorzitter van de vereniging en 3,5 jaar van de stichting. Scouting staat er twee gedeeltes. De vereniging en de stichting is eigenlijk meer een administratief verhaal. Maar ik ben voorzitter van allebei. De ene heeft de leden en de activiteiten en de andere heeft de middelen. Dus we trekken wel heel dicht samen op. De club is heel krachtig en de kracht zit hem in het team. Het is, als er iets geroepen wordt, we gaan iets doen, dan is het ook we. En dan zie je gewoon, er wordt een datum geprikt. Er moet geklust worden op speelterrein. Wie is er zaterdagmorgen? En 9 uur zit hier een x-aantal mensen aan de koffie en die gaan aan de slag. Ja. En dat is gewoon de kracht van scouting, het we. Ja. Scouting als belangrijk onderdeel van zeg maar, de gemeenschap St. Tunis. Zie jij in, wat dat betreft ook een opleving in het dorp? Ja, dat vind ik een beetje lastig zeggen. Ik zie wel dat hier natuurlijk speelterrein iets gedaan heeft. Want zoals ik al vertelde, het was maar half af en er werd er volop gebruik gemaakt van kinderen, opa's, oma's, ouders. Dus die werking die zie ik dus heel erg. En Scouting St. Patrick probeert ook van allerlei dingen voor de Stunnerse gemeenschap te betekenen, andere dingen. Denk bijvoorbeeld het schaapscheerdersfeest die normaal gesproken de weekend zou zijn, waar we altijd onze medewerking aan verrichten. Het 5 mei gebeuren, waar we zowel in Sint-Antonis, maar ook op de Brink in Amsterdam verschillende keer onze medewerking aan verleend hebben. Andere dingen kunnen de gemeenschap kan een beroep doen op scouting. En als we er vrijwilligers tijd voor kunnen vrijmaken, gaan we er zeer zeker aan gehoor geven. Ja. St. Patrick, scouting heeft toekomst. Volop toekomst, ja. Ja, gelukkig wel. En dit laat zien dat het ook voor de jeugd is. En wie de jeugd heeft toekomst. En scouting, we hebben 100 jeugdleden, dus ja, we hebben zeker toekomst.